Agnes. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Ja, ik ga maar eens even proberen om het ziekenhuis te bellen om te kijken of ze al iets weten van mij. Ik word er een beetje moe van. Nou, daar gaan we. Welkom. Het door u gekozen nummer is tijdelijk niet bereikbaar. We gaan het ziekenhuis bellen. Kijken of ze al iets weten van mij. Dat is erg handig. Een hele goede morgen. U spreekt met mevrouw H.C. Stalman van de Werf. Ik heb een vraag over mijn operatie voor morgen. En ik wou weten of jullie daar al iets van wisten. Hoe laat ik mij morgen moet melden? Moet ik even mijn geboortedatum even doorgeven? Ja, geboorte. Ja. Dat is 7-8-1987. Even een man. Nog even één keer. Even alles even duidelijk. Dus om 12:30 moet ik mij melden. Ja. Dus, en hoe laat is dan mijn operatie ongeveer? Ja, durf ik iets te zeggen. Dat daarbij het schema ziet van hoe laat de operatie dan plaatsvindt. Oh, oké. Alleen hoe laat dan opgenomen. Is goed, hartstikke bedankt. Ja, ook. Is goed, dank je, dag. Nou, dat is dus voor mijn operatie. Fijn, in de middag, jee. Zo, mag nog even bloed gaan prikken. Jee. Top. Bloedgroep willen ze weer gaan bepalen. Nou, die weet ik wel uit mijn hoofd. Toch al veranderd inmiddels? Bloedgroep? Die verandert toch om de week? Een bloedgroep? Nee! Ja, een bloedgroep en die verandert niet. Dat is nieuw. Dat is ook niet. Bloedgroep verandert iedere week. Nou, dat is fijn. Iedere week even opnieuw. Jee. Leuke gangetjes zo met dat licht. Schappig. Nee, we zijn nu op de tweede verdieping. Route 86. Jee, ik heb een kamer alleen. Heerlijk. Die blijft op mijn kamer voor vandaag. Daar op de toilet. Ik kan Robin even laten zien. Want Robin is aan het filmen. Heb ik nog niet eens gezien. Alex, met een douche erop erin. Wauw. Ik steun voor me. Ja, heb je ook nog. Kom maar. Hier is de douche. Dan die hendels hier. Geen idee hoe dat zit. Doekjes, wastafeltje. En dan hebben we de rest van de kamer. Hé, hey, daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. En dan kom je dus aan die kant binnen. Dan kan je ook zo meteen even de buitenkant laten zien. Vandaag. Hier heb je tv. Nee. Rokje. Kapstok. Wastafeltje, doekjes, et cetera, handschoenen, we hebben jou weer. De buitenkant, jee. De Hubertusduin. Oké. Ik weet niet waar het is, het zal aan de andere kant zijn. Fysiotherapietje beneden. Oh, dan weet ik al waar. Ja, jij wel. Ja. Jij weet het wel. Dan gaat hij. Nog ja, pijn. Ik ben moe en van de pijn, dus ik hoop dat ik zo meteen weer een glimlach op mijn gezicht kan toveren. Dat zou handig zijn. Ja. Dus, ach ja, ik ga dat meemaken. Ben je nog wat tegen aan de hele kijkers? Hou je taai. En doe rustig aan. En dan zien jullie mij straks misschien nog wel weer. Ja, is goed. Zo, nou, ik lig al in bed.
Maar ik moet nog gaan naar de OK. Het is nu op dit moment 2:30 geweest. Dus ik heb haar ook al op de hoogte gesteld. Dus we gaan het zo meteen meemaken. Ze willen me wel al zo meteen alweer naar beneden of naar boven brengen. Op deze etage, ik weet het niet. Maar jullie zien me zo meteen wel. Het is nu 4:15 middags, 17:15. Je bent net gekomen hier. Ja, om 3:15 werd ik in slaap gebracht. En om 4:00 lag ik op de verkoevenkamer. En om 4:30 hebben ze gebeld naar de afdeling hier. En dan pas hier. Oké. En ze hebben wat te eten voor je gemaakt. 1 droge boterham met boter en 2 aardbeien en een theetje. Dus dat is misschien wat lekker voor jou zo meteen. Mm-hmm. Hoop ik. En ik heb een ijsje gehad, een raket volgens mij. Met zo'n beentje. Ja. Is dat een raket? Dat is een raket, ja. Waterijs. En ik was wakker. Weet je waar ik gelijk aan moest denken? Nee. Of Chinees of de Mac. Daar zat ik echt aan beide en te denken. Een lekkere Mac Chinees. Kijk, je kan weer lachen. Ja. Het lag er geen pijn meer nu? Nou ja, de wondpijn, maar voor de rest. Ik heb niet echt, nu dat ik zoiets heb van, ik heb pijnscheuten. Maar hij heeft weer een wat langere incisie gemaakt, zeg maar. Zoals hoe jij het zou noemen. Ja. Om echt alle punten te behandelen. Oké, behandelen. Zeg maar, dat je de zenuwen weggesneden. Dat is handig. Hoe dun is een zenuw en hoe kan je die wegsnijden? Ja, dat weet ik niet. Ik ook niet. Weet jij het? Nee. Jammer. Wie het weet mag het zeggen. Ja. Helemaal goed. En ze hebben de zonneschermen met vlekken naar beneden gedaan. Een stukje donkerder. Heerlijk. Dat is wel lekker. Toch? Mm-hmm. Inderdaad. Ik ga even eten en drinken en ik ga mijn mama bellen. Thank you.
gaan weer op weg naar huis. Kun je hem nou in de parkeren en garage staan dan? Nee, dat is locatie. Oh, daar al. Dat komt terug, hè? Ja, dat maakt niet heel veel uit. Ik moet wel een beetje kunnen lopen, ook al loop ik een beetje krommig. Wordt het echt zo hard? Ja, dat is handig. Voor dove mensen is dat. Je hoort het toch niet. Dus dat nul. Jee.